Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Op de satellietfoto van 10 voor 7 is het niet goed te zien, maar er hangt veel lagere de bewolking boven Nederland en er komt ook nevel en mist voor. De nevel en mist gaan verdwijnen, maar in de westelijke helft van het land blijft het overwegend bewolkt, in het oosten breekt nog wel eventjes de zon door. Aan het begin van de middag is het 20 tot 26 graden, vanaf dan neemt de bewolking overal verder toe en later volgt er buige regen vanuit het noordwesten. Bovendien komt er een vrij stevige westelijke wind te staan. Ook vanavond hebben we nog te maken met die buien geregen. Aan het einde van de avond wordt het vanuit het noordwesten geleidelijk aan wel droger. Dan morgen is het een nogal wisselvallig weerbeeld. Zeker in de kustprovincies zijn flinke buien mogelijk, mogelijk met onweer. Verder landinwaarts verspreidt een enkele bui, maar ook ruimte voor zon. Het wordt 17 tot 20 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Op zaterdag ook flinke buien, er kan echt flink wat regen vallen bij 16 of 17 graden slechts. De dag daarna neemt de buikans geleidelijk aan af en de temperatuur gaat langzaam weer wat omhoog. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.